Reiniciar, cargar, reiniciar, crear, reiniciar, cargar, reiniciar, crear. Zie, dat neemt je in een level. Oké. Ik begrijp nu wat het probleem is, maar dat is toch wat stom. Hallo allemaal en welkom terug bij onze Reis door de Tijd. Een Nederlandstalige serie gemaakt door iemand die maar nauwelijks wat Nederlands heeft gesproken. Dus hopelijk is dat net zo interessant voor jou als het wel is voor mij. Maar goed, we zijn nu in het spookhuis. Wat ik steeds geesthuis noemde de vorige keer. Dit is een spookhuis. Kun je de uitgang vinden? Hehehe. Niet verdwaal je. Niet je verdwalen. Oh, wat doe ik hier? Wanneer het reflexief is. Niet verdwalen, misschien? Ik weet het niet. Het punt is, het heet spookhuis. Ik vond het interessant. Nou, ik wist niet. Ik wist het woord voor spookhuis niet. Ik dacht gewoon, hé, ik weet dat het geest heet. Of misschien wel spook, maar ik noemde het sprook, wat ook niet klopt, want het sprook is iets helemaal anders. Maar goed. Het punt is, ik dacht dat 2 en 2 4 was, maar weet je wat? Blijkt dat 2 en 2 5 is. Dat is inderdaad hoe wij dit level afmaken. Maar, natuurlijk. Volgens mij is dat niet alles. Of misschien wel. Ik kan het me niet totaal herinneren, maar we vinden het straks uit. Want ja. Het volgende level is geel, dus die is het niet. Dit level ben ik zeker dat een geheime uitgang heeft. En die moeten wij vinden. Want als hij helemaal iets over Super Mario World weet, is dit het waarschijnlijk. Want dit is een echt gekend geheim. En echt super, super nuttige en handige en gebruikbaar geheim. Ik weet het niet. Dat is misschien niet eens een woord, maar het is op een manier een woord in het Noors. En het Noors is echt mijn grootste verwijzingpunt van deze taal. Ik weet het niet, maar daar is er een deur. En die is. Oh nee, ik hik. En die is echt belangrijk. Oké. Wacht, wat was daar het punt mee? Heb ik dit verkeerd gedaan, volgens mij wel. Oké, ik moet iets doen met die muntjes. Zie, ik ken dit geheim goed, maar ik weet niet precies wat je daarmee moet doen. Maar misschien moet je. Oké, dit is zeker iets bijzonders. Misschien heb ik het al verkeerd gedaan. Maar is er echt geen manier om het level uit te gaan? Ik ben heel zeker. Ah, select! Natuurlijk, natuurlijk. Ik dacht dat het L en R was. En ik weet niet waarom. Er moet een spel zijn waar dat het geval is. Want ik was er heel zeker van. En ik kon niet begrijpen waarom het niet werkte. Maar dat verklaart het dus. Oké, laten wij misschien proberen de munt te krijgen voordat die in de wand gaat. Wat? Ik begrijp het niet. Oh, wacht. Nee. Ik heb die totaal mis. Het spijt mij. Nu herinner ik me dit goed. En weet je wat? Volgens mij is het een beter idee om gewoon naar het volgende level te gaan. Want het ding is, dat plek heeft niets te maken met hoe wij naar het geheim komen. Oké, ik kan het level niet uit. Zonder het af te maken voordat ik het tenminste één keer af heb gemaakt. Ah, vliegende schildpadden. Mijn grootste vijand ooit. Die ben ik helemaal niet blij van. Wat is hier het punt bij? Oeh, hallo, daar is iets bijzonders. Hier kunnen wij misschien vanaf vliegen als we willen. En dat zou. Nou, de vliegpower-up in dit spel is echt. Super krachtvol. Als je wilt, kunnen we dit gewoon goed doen. Want de vliegen is zo goed en zo makkelijk te besturen, dat als je het wil, kan je gewoon zomaar door het hele level vliegen. Zonder uitdagingen. En daar is hij. En weet je wat? Ik krijg er geen spijt van het feit dat ik dat deed. Maar ik ga het niet later doen. Ik vond het oké om hier te tonen. Want het was gewoon voor de lol, denk ik. Maar later is het gewoon wat goedkoop. En nog een keer, voor de mensen die hier nieuw zijn, goedkoop. Ik weet dat het niet goed is, maar het is stom en grappig te gebruiken. We moeten hier vliegen. Want daar. Op. Verkeerde knop, verkeerde. Nee! Ik raad er gestrest van, maar het maakt helemaal niet uit. Want als je misschien merkte, van het begin van dit level is er wel een groen blokje. En die kunnen wij gebruiken om onmiddellijk een fair te krijgen. Perfect.
En nu kunnen wij zomaar gewoon uitgaan. Want we hebben het nu 1 keer afgemaakt. Druk gewoon op start en daarna op select en dan doe je het. Oké. Maar dus, onze volgende plan is om deze kant op te vliegen. Daar komen wij zo. Want ik dacht dat het nogal gemakkelijk was. Want dit is iets die ik mezelf uitvond toen ik een heel jonge kind was. Dus het kan niet zo moeilijk zijn geweest. En zo is het inderdaad wel. En ik was zo verward toen ik die muntploeg zag. Want het stond mij helemaal nergens op hoe dat werkte. Ik dacht, moet ik de munt volgen of zoiets? Moet ik het pakken voordat het de rand raakt of zoiets? Begreep het helemaal niet. Maar, top geheime gebied. Dit is het hoor. Hier is het punt waar wij waarschijnlijk heel vaak naartoe zullen terug zullen gaan. Dit is het plek waar alles gebeurt. Gratis Yoshi, gratis power-ups. Perfect. Top secret. Feitelijk. Als je zo wilt. Maar goed, wij hebben nu Donut Plains 4 en daarna het kastel. Wij gaan nogal snel door dit spel. Maar goed, je moet er niet te gewend aan worden, want... Oeh, die ging omhoog. Dat was uit. Layering issues. Of niet issues misschien, maar... interessante dingen met het feit dat die omhoog gaat. Van een of andere reden was die en Yoshi niet op dezelfde lagen. Maar goed, maakt eigenlijk helemaal niet uit. Nee, Yoshi, please no. Please no! Die was mijn beste Engels. Wat? Waarom klonk ik Italiaans? Oké, dat is Frans. Frans? Oké, mijn Nederlands wordt gewoon maar slechter. Misschien zou ik opgeven met het Nederlands en gewoon beginnen met het Italiaans. Oké, ik ben eerlijk geïnteresseerd in Italiaans te leren. Het is echt super tof en het is al Spaans, maar met meer wat Mamma Mia en zoiets. Ik weet het niet, het is goed. Ik ben er ook wat geïnteresseerd in geworden nadat ik begon JoJo Part 5 te bekijken. Want die begon in het einde van oktober uit te komen. En ik bekijk het nogal, ik bekijk het niet wekelijks, want ik bekijk het met 2 vrienden van mij. We moeten zeker zijn dat we alle 3 ontmoeten kunnen om het te bekijken. Dus wij hebben niet alle afleveringen gezien. En het is ook wat stom van mij om het nu daarover te praten. Allebei vanwege spoilers natuurlijk, maar ook vanwege het feit dat dit wordt opgenomen heel, heel vroeger dan dit wordt upgeload. Want het is momenteel, 25 januari? En ik heb geen enkel idee wanneer dit wordt upgeload, maar het is zeker, waarschijnlijk in maart tenminste, misschien april eens. Het zou wat verrassend zijn, maar ik weet het niet. Het is een wekelijk serie, dus ik... En ik heb de kalender niet bekeken om het te zien. Wij kunnen niet klaar met maart zijn, maar misschien februari. Ik weet het niet, het maakt het uit. Dit is de toekomst voor mij. De nu-tijd voor jou. Het heet niet nu-tijd, hoe heet het? Dit weet ik toch. Wordt het... Oh, ik denk aan die Rob de Nijs, omdat Rob de Nijs lied. Hoe heet het dat? Het is zo lang geleden dat ik daar naar luisterde. Nee, ik kan het me niet herinneren. Oké, laat maar. Nee. Foto van vroeger. Dat was het lied. En ergens in dat lied zegt hij volgens mij het woord ik zocht. Maar ik weet het niet, het is leuk. Foto van vroeger was een van de eerste lieden van Rob de Nijs die ik waar de tekst van leerde. Omdat ik er geïnteresseerd in werd. Maar goed, het is leuk. Het is zo lang geweest sinds ik daarna luisterde, dus ik kan het niet zo goed. Oeh, hi. Mijn hondje kwam net in mijn kamer. Aw, wat lief. maar goed. Dit is het kastel. Maar... Het spijt me. Het jonge meneertje eiste wat aandacht en ik kon niet aan het spel concentreren. Maar goed, dit is wel een kastel, zoals ik al zei. Ik begon helemaal niet te zeggen. Oeh, zal ik sterven als ik nu omhoog ga? Als ik ophoud met hurken? Gebeurt er als in Mario 3, waar ik gewoon doorging door de wand? Of zou het iets anders doen? Ik ben er altijd wat bang. Ik ben er altijd wat bang te doen, want ik denk steeds dat het mij gaat doden. Hoi, jij ziet er heel zeker wat raar uit.
Nee, niet op de muur, dank je. Ah, perdomme. Perdomme? Dat betekent helemaal niets. Nee. Die was een soort van kruising tussen verdomme en potverdorie? Ik weet het niet. Nee, je bent te snel! Oké. Kom op nou. Echt, oké. Andere plan. Ga de hele rechte kant op. En dus... Zo is het! En Morten Koopa Jr. van kasteel nummer 2 is nou maar herinnering. De volgende gebied is de ondergrondige Vanilla Dome. Oké, die drie woorden zijn allemaal woorden die ik niet ken. Welke vallen zal Mario wachten in deze nieuwe wereld? En wat zal er gebeuren met Prinses Toadstool? Nou, ik weet het niet. Wat kunnen wij... Nou, als we het willen kunnen wij het binnenkort uitvinden, want wij hebben die... Waarom kwam er een eiland? Wacht maar even, waar... Oké, daar in... naar beneden, naar het rechts... kwam er op een eiland. Die was er niet vroeger. Oké. Ik begrijp het niet. Maar goed, dat is het voor nu. Volgende keer zijn we zover om naar Vanilla Dome 1 in te gaan. En tegen de tijd dat we zover komen... zal ik uitvinden hoe Vanilla Dome... en Underground heette in het Nederlands. Want die zijn alle drie woorden die ik helemaal niet heb gekend. Maar dat is toch gewoon nog een concrete bewijs dat ik zeker hier iets van leert. En ik bedoel het echt serieus. Ik voel elke keer alsof ik iets nieuws heb geleerd. En ik voel elke keer mezelf meer zelfverzekerd in mijn gesproken Nederlands. En ik heb het niet zoveel over gehad hoe ik voel mijn Nederlands gaat. Ik vraag steeds hoe jou het voelt het gaat, maar... Ik praat niet zoveel over hoe ik voel dat het gaat met mij, maar echt serieus. Onafhankelijk van hoe goed het is, heb ik zeker elke keer iets nieuws geleerd. En zolang er vooruitgang is, dan zal het uiteindelijk goed gaan. En hoe dan ook, ik ben een optimist. Ik weet dat het uiteindelijk goed gaat. Zolang dat ik hier leef, ben ik een optimist. Maar goed, dank je zoals altijd heel erg wel voor het kijken. Volgende keer gaan wij Vanilla Dome 1 in... Vertel me zoals altijd heel graag hoe je vindt van mijn Nederlands, hoe je denkt dat ik mezelf kan verbeteren en wat je nou zou willen zeggen. Alles zou super lief zijn. Maar tot de volgende keer, volgende week. Heb een nog steeds echt fijne dag. Doei!